heb hier een grote doos. Met Nerf dingen erin. En ik denk dat het tijd is om deze te unboxen. Maar goed, deze heb ik bij een nieuwe soort speelgoedwinkel. Waar ik nog niet op bestaan van wist tot, nou, best kort geleden. Smith's. Heb jij ervan gehoord? Ik in ieder geval niet. Maar toen ik de Nerf Blasters ging zoeken, toen kwam ik opeens langs een behoorlijke korting. Moet je deze korting zien? Ja, dat is best wel een hoop korting op Nerf Blasters. Terwijl letterlijk op alle andere sites zijn ze zoveel duurder. Bij elkaar was ik nu voor 8 blazers 148 euro kwijt. Normaal ben ik voor 8 blazers wel bijna 500 euro kwijt. Dus ja, dat is prijzig. Holy shoepetoepie. Maar ja, goed, dus even één ding. Jongens, ga even Smith supporten. Ga echt een Smith opzoeken. En ga daar rondom, want het zijn echt gave winkels. Ik ben in eentje geweest en het is echt een mooie winkel, een mooie speelgoedwinkel. Ze hebben ook heel veel dingen die andere winkels niet hebben. En dat is goed iets. Dat is een goed iets. Dus laten we gewoon gaan unboxen deze doos. Want het is echt een enorme doos en er zitten 8 blasters in. Die ik nog niet heb natuurlijk. Holy moly. Zo dan. Ja, dat zijn een hoop nieuwe blazers. Nou goed, binnenkort komen we van al deze blazers review. Dat kan ik jullie verzekeren. En ja, ik ga gewoon een beetje de unboxing reviews proberen in te halen natuurlijk. Een van de eerste blazers die ik eruit haal is de Nerf Fortnite Compact SMG. Hoort een soort van P90 te zijn. En ja, hij ziet er heel sick uit. Even een soort van bandolier. Ik hoorde wel dat heel veel mensen teleurgesteld waren met deze blaster. Maar ja, ik ga er wel achter komen waarom. De volgende is ook een Fortnite blaster. Fortnite Legendary Tech. Ja, dit is een make-up blaster. En wow, hij is best wel groot. Groter dan ik dacht dat hij zou zijn. Maar ja, ook heel goedkoop. De volgende is van een gloednieuwe series. En dat is de Nerf Junior. Volgens mij, als ik het goed heb. Ja, de Nerf Elite Junior Explorer. Ja, het zijn nieuwe soort blazers. Het zijn kleinere blazers, goedkoper ook. Deze was voor de rest geen korting volgens mij. Maar ja, het zijn allemaal wat goedkopere blasters. En ja, het ziet er wel leuk uit. Het doet me een beetje gewoon denken aan de Elite 2.0, maar dit is Elite Junior dus. De volgende is ook een Fortnite blaster, alweer. De Fortnite HR. Ja, de HR. Dit is een bolt action blaster, maar het ziet er niet uit als een sniper rifle, dus dat is wel vreemd. Maar nog steeds super tof. De volgende is een Minecraft blaster en het is de Minecraft Saber Wing. Ja, het is gewoon feitelijk de bow and arrow, maar als ik het goed heb is deze blaster motorized. Het is gewoon een elektrische blaster, terwijl het met bow arms is. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit gaat werken. Bij deze ben ik heel erg benieuwd naar en heel erg enthousiast. De volgende is een Roblox blaster. En dat is de Roblox Zombie Attack Viper Strike. En deze blaster heeft een soort van hoofd van een slang en zo erop. En is een beetje sniper rifle-achtig. Dus ja, ook heel erg benieuwd naar. De volgende is van de Elite 2.0. En dit is de Elite 2.0 Modo Blitz. Nou, deze kwam best wel kort nadat ik weg was gegaan. Kwam die uit. Dus ik ben super benieuwd naar deze blaster. Ja, zeker benieuwd. Ik zag hem in heel veel speelgoedwinkels in ieder geval. En ik heb best wel positieve reviews gehoord van deze blaster. Dus ik ben heel erg benieuwd. En dan de laatste blaster die in deze doos zit. En dat is een Dino Squad blaster. En dat is de Dino Squad Armor Strike. Toch? Armor Strike, ja. Deze ziet er super sick uit. Doet me een beetje denken aan de, wat heet het? De Roto Fury? Of niet? Ik weet het niet. In ieder geval, hij ziet er super tof uit. Ik ben heel erg benieuwd naar deze blaster ook. Voor de rest heb ik ook nog 2 dingen bij nerfpijltjes.nl vandaan. En dat zijn 2 worker stands. Maar daar ga ik nog een aparte review voor doen. Maar die komt later wel. Goed, in ieder geval wil ik jullie super bedanken voor het kijken naar deze video. Dit was gewoon even letterlijk een unboxing van alle nieuwe blasters die ik ga reviewen voor jullie. En dat is in ieder geval voor nu. Deze gaan ook zodra ze zijn unboxed weer terug naar de storage. En ja, we gaan in ieder geval een leuke tijd hebben met deze blaster. Goed jongens, ja, ga zeker mijn Instagram ook checken als je dat nog niet hebt gedaan.
staat het linkje in de beschrijving. Ik ga daar weer gewoon een beetje kleine reviews geven ook over deze blaster. En voor de rest ook gewoon weer een beetje dat oppakken om nieuwe blasters en om aan jullie te laten zien wat mijn mening op dat moment is. En dan zien jullie het vanzelf wel met de review. Goed jongens, super bedankt voor het kijken naar deze video. Vreemde muziek ook niet te checken. Linkjes allemaal in de beschrijving. En ik zie jullie allemaal weer. Later.